Ik heb al twee nachten niet geslapen. Nee, het is niet levensgevaarlijk, maar wel gevaarlijk. Dus ik ben uit de tanden gewapend. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Goedemiddag. Middag is het alweer. Wat? Je laatste kamer breed. Ja. Oh, de laatste. Ik ga gewoon door, alleen niet hiermee. Dus dat waren 11 mooie jaren. Het is leuk dat de premier ook langskomt. Heeft u er zin in? Ik vind het leuk, ja. Een hele eer, want het is natuurlijk wel een instituut, deze Kees. Gelukkig gaat hij door. Maar de combinatie van Kees en dit programma gaat stoppen, dus ik vind het leuk erbij te zijn. De laatste kamer breekt inderdaad. De beelden zijn klaar bijna. We gaan straks nog alles afstellen. En dan gaan we het laatste uurtje in. Straks, in kamer breed, premier Rutte. Een klein uur lang de meest invloedrijke man van Nederland. Althans, dat dachten wij tot we vandaag de volksstand zagen. Er zitten namelijk geen politici in die lijst. Let nou op. Het gaat er om je invloed op ons uitoefenen. Kees kan natuurlijk een sfeer creëren van een soort schijnveiligheid. Dat je denkt, nou, ik ga eens wat verder in mijn antwoorden. Want hij loopt al zo lang mee en heeft ook echt gezag in Den Haag. Dus dit is wel iemand waar naar geluisterd wordt en waarvan de analyses bekeken worden. Nou, daar is de oud-presentator van Kamer 2. Zal ik hem even gedag gaan zeggen? Zonder Margriet Vroom, want zo zit het allemaal niet over. Ja hoor. Maar je hebt er wel eruit gekregen. Ja, dat was een hele klus. Het is een beetje, dit is uw leven. En daarna ga ik ook nog kopjes warme chocola uitdelen. Waar? In de buurt van de oude Woerder Bon Triesat. Voor de Volkspartij. De hele tribune. Kamer breed. Met Kees Boonman. Hey! Hoe was het? Ja, het was heel erg leuk. Het komt niet zo vaak voor dat je 50 minuten. Eigenlijk maar één keer per jaar heb ik dat bij Buitenhof. In januari. Maar verder eigenlijk nooit. Dat is jammer dat ik er tussen zat eigenlijk. Ik stuur even een tweet dat dit mijn laatste een vandaag is. Met een andere bril opzetten. Hey, Kees. Hoi. Ja, joh. Dat kan op deze dag. Wij zijn Fris, Kees Boonman, Gijs Rademaker, CDA-leider Sibo Buma en Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ja, natuurlijk. In de kamer kwam ik hem vaak tegen. Bijna een zeldzame type. Meer diepgang, meer de tijd nemen voor onderwerpen die ertoe doen. Niet van dat oppervlakkige. En ik hoop dat behouden blijft. Ja. Het was de laatste politieke feest van het jaar. Het laatste ook met Kees Boonman. Kees, jij zei geen fanfares, geen toeters en geen bellen. Nou, die krijg je natuurlijk niet. Maar ik wil je in ieder geval namens de hele redactie hartelijk danken voor hele mooie jaren hier aan tafel. Ik word er zelfs een beetje energiek. Het waren mooie jaren. Dank dat je er was. Heel veel succes in je Nee, maar ik ga wel door. Ja. Oh, dankjewel. Ja, nee, ja, zeker. Ik stop niet. Ik ga niet met de schoenen.